Welkom bij Club Talks, waar we maandelijks studenten gaan interviewen en vragen om hun mening. Mijn naam is Jorre. En mijn naam is Floortje. En wij gaan rond de school gaan we meningen en vragen stellen aan de studenten. En we gaan het dit keer hebben over de week tegen discriminatie en racisme. Kom maar met ons mee. En heb je het... Hallo, hallo, hallo. Wat doe jij als je gediscrimineerd wordt? Probeer altijd erachter te komen waarom mensen denken hoe ze denken en waarom ze die assumpties maken en er gesprek over aan te gaan. Ik probeer mezelf dan gewoon rustig te houden en ik probeer er niet op in te gaan. Dan sla ik ze. Oh, dus je zegt niet, je zegt niks, je slaat gewoon gelijk. Ja. Oh, oké. Soms hebben daden meer invloed dan woorden. Nou, ten eerste, ik zet je op je plek. Ik ga gewoon echt gewoon precies terugpraten hoe jij tegen mij praat. Ik draai het gewoon om. En dan kijk hoe jij je voelt. En heb je het soms al op school meegemaakt? Op school niet. Mijn achternaam is namelijk Yousaf. Dus het is wel vaak altijd een puntje met blanke mensen die dan mijn gezicht zien. En dan mijn naam. Oh, waar kom je vandaan? En oh, geloof je dan dit? En oh, het is altijd een soort van toestemming om verder te vragen wat je misschien iemand die Jansen heet... niet zo vragen, maar niet outward echt racisme. Ja, ja, ja. Het werd gewoon, er werd gewoon gekke dingen gezegd in de klas. Ja, genoeg. Altijd herres. Altijd herres. Ik heb het op mijn werk meegemaakt op verschillende plekken. Maar hier heb ik het nog niet meegemaakt. Ik heb het wel eens een keer meegemaakt op straat. Gewoon dat ik bijvoorbeeld van werk naar huis ging. Dat iemand opeens rare opmerkingen riep. Ja, ik ben er niet echt op ingegaan en die persoon liep ook gewoon verder. Ik vind het jammer dat mensen mij judgen op hoe ik eruit zie of hoe ik me gedraag. Terwijl ze mij niet eens kennen, terwijl ze niet eens weten hoe ik ben als persoon. Ja, ik heb het zeker gezien, ook wel meegemaakt. Maar ja, ik reageer eigenlijk gewoon niet. Hier op school niet, maar wel op mijn vorige school. Ja, ik werd zeg maar belachelijk soort van gemaakt, dus om mijn haar. Dus ja, wanneer ik... Nou, prachtig haar toch? Ja, dus wanneer ik afrohaar had, dan zouden ze zeggen zo van ja, heb je vinger in een stekker gestopt. Omdat zeg maar afro is en heel groot was. En ook wel eens om mijn land, want ik kom uit Haiti en dan gingen ze dingen verzinnen dat wij zeg maar kannibalen zijn, terwijl dat niet zo is. En ze eigenlijk geen kennis over mijn land hebben en over de geschiedenis. Ja, er was wat gebeurd tussen een dame en ik en ja, toen ging het een beetje uit de hand lopen. Kreeg ik een zwaardere straf en toen werden ook opmerkingen gemaakt van mensen zoals jij horen in de gevangenis. Hoe vind jij dat discriminatie wordt aangepakt op deze school? Nou, ik vind dat het goed wordt aangepakt. Ik heb er zelf geen last gehad op school, maar ik weet wel dat er personen zijn waarmee je kan praten. Je kan het gewoon eigenlijk aan elke docent gewoon waar jij je fijn voelt, kan je het aangeven dat jij je gediscrimineerd voelt. En daarbij helpen ze je daar ook goed mee. Ik heb het wel eens gezien hier en toen werd het wel goed opgepakt, denk ik. Mensen moeten wel in hun waarde gelaten worden en mensen moeten wel gerespecteerd worden. Zeg maar, wat ik wel zie is dat er wel heel veel inclusiviteit is. Dus zeg maar, iedereen wordt met zijn eigen cultuur, geloof, afkomst, niet naar voren getrokken per se, maar ik bedoel gewoon in het zonnetje gezet. Kijk, we hebben wel bijvoorbeeld themaweken gehad over discriminatie. Ik vind het wel gewoon belangrijk om het erover te hebben op school. Want het is natuurlijk wel gewoon een belangrijk onderwerp. Welk advies zou je iemand willen geven, zowel de dader als slachtoffer? Ja, heb gewoon respect voor elkaar. Laat iedereen in zijn eigen waarde. Als dader, waarom zou je het tegen andere mensen zeggen? Zou je het fijn vinden als het tegen jou wordt gezegd? Zou ik zeggen van, is het wel waard? Waarom? Waarom? What's the reason? Mensen die discrimineren hebben al een bepaald beeld van je. En hoe harder je daarop ingaat, hoe meer je dat in hun hoofd cementeert. Als dader zou ik je als advies willen meegeven om vooral research te doen. Nadenken voordat je praat, denk alsjeblieft 3 keer na. Je moet gewoon trots zijn op wie je bent. Ja, gewoon goed voor jezelf opkomen. Dat is het denk ik ook wel. Voor de dader, gewoon je mond houden. Daders, discrimineren is niet leuk. Doe het niet, het is ook nergens voor nodig. Dader, ja, gewoon niet doen. Ja, don't be dick. De mensen die discrimineren, ja, ik weet niet man, daar heb ik gewoon niks op te zeggen. Go find yourself or something. Ik denk dat je eerst in de spiegel moet kijken en blij moet worden van jezelf voordat je zeg maar verder kan gaan. Ik heb hier een paar foto's.
en van verschillende culturen. En we willen kijken of jullie weten van welke cultuur het is. Weet jij dat? Is het Brazilië? Heel goed, ja, Brazilië. Okay. India? Nee, andere kant. Andere kant? Weet je, Amerika. Zuid-Amerika. Brazilië? Ja, heel goed. Brazilië. Ik heb geen idee welke cultuur dat is. Brazilië of zo? Oh. Ik denk Brazilië. Juist. Toch? Ja. Brazilië? Brazilië. En wat denk je dat hier gevierd wordt? Geen idee, maar... Oh, is dat niet bij Rio de Janeiro, bij die film met gewoon die blauwe vogel? Ja. Dat heb ik gezien bij de film. Bij deze foto. Oké. Ik denk dat zij van Korea of Japan komt. Chinese cultuur? Chinees, Japans. Eén van de twee? Ik denk Japans. Iemand uit Azië? Ja, heel stereotyp als ik nu China zeg, hè? Japan, denk ik. China? Nee, is Japan is dit. Volgende vraag. Weet je wat dit is? Oh, dat is in Zaandam geloof ik. Dat is het hotel. Ik kom uit Zaandam dus. En dit, misschien herken je dit wel. Oh, dit is toch in Zaandam? Ik zou wel zeggen Amsterdam of zo. Bijna. Ja, Rotterdam. Nee, niet dat. Dit is Zaandam. Antje, Zaandam. Ja, lekker. Is dit een echte gebouw? Is een echte gebouw dit, ja. Denemarken. Dat is Zaandam. Volgende foto. Dat is Nederland. Zaandam. Oh, dat is in Zaandam, toch? Lijkt op de grachten misschien van Amsterdam. Zaandam. Heel goed. Ja, top. Er zijn toch die huisjes in Zaandam? Ja. Nou, dat is helemaal goed. Dit was de video van de Flowbureau Week tegen de racisme. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben veel interessante antwoorden gekregen, toch Floortje? Zeker, zeker. En wat vond jij eigenlijk de meest interessante reactie die je hebt gekregen? Ik vond de meest interessante reactie de speech van Mo. Die was heel mooi en inspirerend. En hij had er goed over nagedacht. En jij? Ik vond van de begeleider vond ik heel interessant over wat hij heeft meegemaakt op zijn werk. Vond ik heel interessant. Super interessant was dat. Nou, dit was de video. Like en subscribe. En hieronder inderdaad. En tot de volgende keer. Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin? To such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to so much that you don't want to be around each other? No. Before you come asking Mr. Mo, does he teach hate? You should ask yourself, who taught you to hate being what God made you?